Maar Nederlanders zeggen ook Het zit daar maar een beetje te zitten, natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij zelf ook wel eens nachts wakker wordt en denkt, Jezus ik moet maar nog 30 jaar door, terwijl ik eigenlijk een volkomen betekenisloos ben geworden. Maar voor veel mensen is die een soort held. Ja. Omdat die het tegen zijn. Ik ben tegen. Denk, denk aan het, ooit het fantastische succes van Cote van, en de Bier met hun tegenpartij en de enorme moeite die ze gehad hebben om te vermijden dat die tegenpartij een reële propositie werd. Want hoe ging dat toen? Dat werd zo populair door het programma ja. dat, dat mensen dachten dit moeten jullie echt gaan doen. Ja, de tegenpartij. Ja, de, de populisten vanaf, vanaf Fortuyn tot de dag van vandaag, dat is de tegenpartij. Die zijn overal tegen. Voor zover het de overheid betreft en de samenleving betreft. Maar het is de tegenpartij. Ik moet er niks van hebben. Het zijn allemaal oprichters. Je weet hoe het in Den Haag is. Allemaal zakken. Nou ja, de bekende argumentaties. En, was... en er zijn altijd wel voorbeelden die dat schijnbaar lijken te bevestigen. En waar leidde dat bij Colin de dan toe? Want dat was een cabaretprogramma in principe. Nou, oh, ik ben vergeten hoe het nou precies maar het succes was enorm. En ik denk heel terecht. dat was een heel leuk idee natuurlijk. Ze hadden goed begrepen wat, wat laten we zeggen, veel mensen drijft om. Om dit soort van meningen te hebben. Sowieso bij Conan he. Heel veel sketches zijn nog steeds actueel als je ja, ze ziet. Ja, zeker. De vieze man dat is ook heel bekend. Ja, de vieze man. Ja. In die lange ja, rekening. en een grootste talent. Dat heb ik altijd enorm bewonderenswaardig gevonden. Dat ze op tijd gestopt zijn. Ja.